Vrijwilligers van de werkgroep Schijndel van de stichting Toegankelijk Meijerijstad bezochten basisschool De Regenboog in Weibos. Aan leerlingen van groep 8 legden zij uit met welke problemen mensen met een beperking in het dagelijks leven moeten omgaan. Nou, wij doen dat om de leerlingen bewust te maken wat het betekent om gehandicapt te zijn of een functiebeperking te hebben. En wat de gevolgen daarvan zijn voor die gehandicapte mens. Want het is belangrijk dat de jeugd dit ook te weten komt. Ja, het is heel belangrijk, want de jeugd heeft de toekomst. En het beleid ook van de gemeente en van de overheid is participatie. En zorgen dat gehandicapten overal aan mee kunnen doen. En dat ook alle instellingen openbaar is en toegankelijk voor de mensen met een functiebeperking. En daarom beginnen wij om de leerlingen op de basisscholen daar wat wegwijs in te maken en ze bewust te maken van wat het betekent een handicap te hebben. Bijvoorbeeld hoe het is om in een rolstoel te zitten en hoe je iemand het beste helpt met het op- en afrijden van een trottoir. Nou, ik heb al ooit zelf in een rolstoel gezeten en ik vind het, als je een keer zo erin zit is het leuk, maar als je echt moet, dan is het al snel minder leuk. Wat heb je ervan geleerd? Eerst moet vragen voordat je kan helpen en mag helpen, want hij kan ook privacy hebben. De leerlingen luisterden ook aandachtig naar een uitleg over dementie. Oma is gewoon vergeten. Oma is weer vergeten dat ze jou net een pepermuntje gegeven had en dan geeft ze weer een pepermuntje. Maar het komt ook voor dat je bij oma op bezoek komt en je vertelt hoe het op school was. En na 2 minuten vraagt oma, hoe was het op school? Ja, dan kun je boos worden, maar dat is ze gewoon vergeten. En dan kun je natuurlijk weer opnieuw vertellen. Maar je kunt ook oma zelf laten praten. Want mensen die dus bepaalde dingen vergeten zijn, die weten wel nog wat vroeger gebeurd is. En ik noem als voorbeeld, vraag eens goed bij hoe moeder vroeger of oma vroeger op school zat. Odie Ruys kreeg rond zijn 40ste problemen met zijn gezichtsvermogen en werd langzaam blind. Hij is een van de vrijwilligers die de kinderen vertelt over de hulpmiddelen voor blinden. Kinderen zijn leergierig en die willen echt wel weten wat het is. En die hebben dus hele goede vragen vaak van hoe gaat dat en hoe gaat dat. En dan kun je ze duidelijk in maken dat jij dus, ook al heb je een beperking, normaal mee wilt doen. En ja, met een klein beetje hulp verder kunnen. En dat wij niet betutteld willen worden en niet zielig zijn, maar gewoon verder willen. De overhandiging van een aandenken voor in de klas en een kleine braille-test maakte op De Regenboog een einde aan een leerzaam uurtje. Thomas, is het gelukt om te ontcijferen wat erop staat? Wij helpen jullie. Heb je veel geleerd vandaag? We hebben niet geleerd braille, maar ik weet wel hoe blinde mensen leven en dat je niet je fiets zomaar voor opritjes moet zetten. En je moet. En dat je met horen.